Dit is een verhaal wat zo pakkend geschreven is en zo beeldend. Het is uitermate geschikt om als eerste boek te beginnen met literatuur. Dus zeker onwijs geschikt voor leerlingen. Wij hebben het boek van Lex Palou uitgekozen. Het is een Haarlemse schrijver. Wij hebben toen een interview met al onze derde klassen gekeken. Dus 3 VWO-klassen en 3 HAVO-klassen. Leerlingen hebben ook zelf vragen ingestuurd om aan de schrijver te stellen. Over het boek en over hemzelf. Noord van der Heijden van 3 Atheneum C. Hij zou graag willen weten waarom je de titel Winterwater hebt gekozen. Omdat het een feitelijk gezien niet bestaand woord is. En het zegt heel veel over hoe Lex je uit het boek, hoe die denkt. We hebben er in de virtuele lessen ook over het boek inhoudelijk gesproken. We wisten dat er een paar hele heftige gebeurtenissen in voor zouden komen. En daarnaast zijn we de opdracht ermee gemaakt. De 3 VWO-klassen die hebben een trailer gemaakt bij het boek. En de 3 HAVO-klassen die hebben een heel mooi krantenartikel gemaakt. Een dode na woningbrand in Dokkum. Ze hebben het boek allemaal wel echt stuk voor stuk goed gelezen. Dit is een van de weinigen die de Leeuwardenkrant heeft gebruikt. De muziek top 5. Het is, ja, ik was heel erg van onder de indruk. Het voetbalkrantje wat ik vroeger kreeg, dat heette De Voltreffer. Het is echt heel goed. Netjes. Oog voor detail, de sporttas die opgepakt wordt en vervolgens de sokken die blijven liggen. Ik vind hem erg tof. Om het op beeld te zien is heel raar en dit is verschrikkelijk goed gedaan. Stiekem een doos pompons uit de kelder leeg. Zijn moeder is zo boos en slaat Lex zo hard dat hij naar de dokter moet. In de gang ligt de post. Zijn ouders willen Lex uit huis plaatsen. Hij gaat de toekomst van zijn ouders veranderen. Het werd mij te veel. Ik denk op deze manier kunnen we toch de jeugd wat meer motiveren om boeken te lezen en ook om te blijven lezen. En zeker natuurlijk bij jongens is de leesvaardigheid de laatste jaren gewoon wat afgenomen. Als een schoolleiding het aantrekkelijk maakt en je gebruikt ook echt de moderne technieken hiervoor, dan blijkbaar kan je dus wel heel veel mensen en leerlingen verleiden tot het gaan lezen van een boek. Ik ben heel erg onder de indruk van jullie en ik wil jullie vooral heel erg bedanken, want ik ben echt ontroerd. Ik heb ook echt moeten lachen. Dankjewel.